De beeldende kunstenaars Ron Weijers en Nicolai Dieleman zijn laaiend op de gemeente Schiedam. De kunstenaars moeten tegen eerder gemaakte afspraken in het oude schoolgebouw aan de Monsieur Nonenslaan voor eind van deze maand verlaten. Vanochtend in het AD, nu hier aanwezig. Nicolai, jullie moeten eruit? Ja, dat klopt. We moeten eruit. Zullen we nou krijgen? Ja, het is ons ook zeer rauw op het dak gevallen. Mag ik wel zeggen, te meer omdat er een bespreking is geweest met Ron Weijers en André Kremer. Een fotograaf die ook in het pand aan de Nolenslaan zijn werk verrichtte. Bij de gemeente Schiedam, afdeling vastgoed. En daar is een afspraak gemaakt en die is beklonken met een handdruk. Dat de gemeente tijdig, en een termijn is toen genoemd van 5 tot 6 maanden... van tevoren wij zouden worden ingelicht dat het pand schoon opgeleverd zou moeten worden, omdat het pand dan voor andere doeleinden, en in dit geval sloop, in gebruik genomen zou moeten worden. Nou, ik ben nog van de generatie, een handdruk is dat geld. Daar hoef je geen contracten voor te tekenen. Is er iets op papier gezet? Nee, het is niet op papier gezet, maar het is wel, laten we zeggen, mondeling zo toegezegd. En dus wie schetst onze verbazing dat we half april, ja, meer nog naar de latere kant, te horen kregen van de beheerder, dat is VPS, een leegstandsbeheer, dat we per 30 mei het pand zouden moeten verlaten en dat we het leeg zouden moeten opleveren. Maar hoe kan het dan opeens dat dit soort dingen gebeuren? Ja. Kijk, wij hebben natuurlijk met VPS, met de leegstandsbeheerder, een contract met een maand opzegtermijn. Nou, dat zagen we natuurlijk al op ons afkomen, omdat we wel weten dat die school uiteindelijk toch tegen de vlakte zou gaan. Dan wel dat het voor brandgevaren niet langer goed zou zijn om ons in dat pand te doen laten zitten. Nou. Wij zagen dat aankomen en zeker omdat we een jaarplanning hebben voor onszelf en daarin een aantal afspraken maken met verschillende partijen, ook in het buitenland met name, dachten we van ja, we moeten proberen om in een eerder stadium te weten te komen wanneer we eruit zouden moeten gaan, zodat onze planning daarop aangepast kan worden. Dan wel dat we een aantal activiteiten niet kunnen toezeggen. Nou, dat is wat ik reeds zei in een gesprek bij de gemeente beklonken. Dat we dus 5 à 6 maanden zouden krijgen om de boel op orde te brengen. En dus, dat is niet gebeurd en zijn we erg boos hierover. En nu zitten we met de gebakken peren, met name ook Ron Weijers, die een behoorlijk aantal afspraken heeft in het buitenland. Om exposities en te bewerkstelligen, maar ook voor zichzelf tentoonstellingen te houden. Ik zelf ook trouwens in Slovenië. En ja, dat komt allemaal in gevaar. Zelfs een expositie hier in Schiedam, waar ik aan mee zou doen, in Ruimte in Beweging van de Stichting Kunstwerkt. Ja, dat zou een werk zijn van 3 meter. Nou, daar heb ik echt mijn atelier voor nodig. Ja, ja. En mijn planning was er al zo op gebaseerd dat ik dat in juli keurig zou kunnen doen en misschien al eerder ook werkzaam zou kunnen zijn. Maar ja, dat kan helaas niet, omdat we eruit moeten. Ja, want jullie zijn niet de eerste, de beste. Ik bedoel, jullie hebben toch al nationaal, internationaal toch een hoog aanzien. Hè? Ja. Jullie, Ron Weijers, ook zelfs in New York. Zijn kunst is daar te zien. Ben je een beetje teleurgesteld in de gemeente, om het nog even heel zachtjes uit te drukken? Dat is dan heel zachtjes uitgedrukt. Eigenlijk heel erg boos en ik vind het niet fatsoenlijk. Nou, ik bedoel eigenlijk dit, je kan zeggen, oké, het is niet veilig meer, je moet er, maar het, bijvoorbeeld steun van de afdeling cultuur die zegt van, joh, vastgoed, wat maak je met, nou, weet je wel wie dit zijn, laat ze even zitten, want... Er was ook zoiets van, ja, er stond ergens in, ik weet niet of dat zo is hoor, op het internet, van we kijken het nog een maand of langer aan. Ja, ja. Maar goed, wij zijn al geconfronteerd met
de mededeling dat we eruit moesten. Dus nou, toen is alles natuurlijk stopgezet voor wat betreft de planning daarna. Ja, maar je hebt toch ook binnen de gemeente een afdeling die jullie belangen behartigt? Nou, dat is dan even zoeken hoe dat... Nee, maar ik bedoel, zo'n afdeling cultuur, ik kom er maar weer even op terug. Die moet dan toch zeggen van, joh, we helpen jullie of kom eens even praten of... Dat is niet gebeurd en eigenlijk zou dat ook niet zo strikt noodzakelijk zijn geweest. Waar het niet dat die afspraak die we met de gemeente hadden, als dat, laten we zeggen, gewoon normaal zou zijn doorgaan. Maar heb je het idee dat de gemeente zich verschuilt achter dat contract wat jullie hebben met die leegstandsbeheerder? Dat vermoed ik van wel. En ik weet wel dat de brandweer een tijd geleden ook in het pand is geweest. Ik zat toen op de eerste verdieping. Ik heb toen aangegeven dat ik graag naar de benedenverdieping wilde gaan. Ik heb groot werk, zwaar werk om te tillen. En ik dacht, van, nou, als ik toch te zijner tijd uitga, dan ben ik alvast beneden. Ja. Nou, dat is 2 maanden geleden ben ik verhuisd. En toen kreeg ik dus onlangs weer de mededeling van, nou, pak je spulletjes maar op. Want het is gedaan. Maar hoe komt dat dan dat dat opeens dan niet meer brandveilig is? Dat is ook heel wonderlijk en daar begrijp ik echt niks van. Want toen wij erin kwamen, nou, in die periode is er echt niets veranderd. We zijn zelf zeer keen op de staat van het gebouw. We behandelen het gebouw ook netjes. We sluiten alles goed af. Het schoolplein wordt netjes afgesloten. Er is een soort sociale controle in dat gebouw. En de activiteiten die daar gebeuren, nou, die kunnen het daglicht zeker wel verdragen. Ja. Ja. Want 1 gebruiker mag wel blijven zitten? Ja. En waarom is dat dan? Ik heb begrepen dat het zou zijn om op het gebouw te passen. Dan kan je toch beter 12 mensen hebben die... Lijkt mij ook, maar goed. En daar is het wel brandveilig voor? Of? Dat is dus voor mij ook een zeer grote vraag. Maar jullie zitten met net zoveel vragen als dat wat ik eigenlijk zo naar jou toe heb. Maar de grootste... Zijn er nog vervolgafspraken gemaakt hierover? Nee, er zijn alleen wat boze brieven naar de gemeente gegaan. En het heeft op internet gestaan. En mijn klantenkring en vrienden, kennissen, familie enzovoort zijn ingelicht. En tevens gekoppeld natuurlijk aan open ateliers wat we al hadden gepland voordat we die nare mededeling kregen. En dus hopen we dat we de 6e en de 7e toch een hoop volk nog binnenkrijgen. Ja. Want ja, voorlopig zal ons werk niet zo makkelijk meer te zien zijn. En we hadden gehoopt veel nieuw werk ook over het voetlicht te krijgen. En met name ook voor onze klantenkring een gelegenheid om... laten we zeggen, leuke plekjes elders voor ons werk te reserveren. Ja, maar dan kijken jullie ook over de stadsgrenzen? Ja, we zijn nu wel bezig om sterk over de stadsgrenzen heen te zoeken naar de vervangende ruimte. Heb je het eigenlijk helemaal gehad? Ik bedoel, voel je een beetje... Nou ja, helemaal gehad. Ik ben een geboren en getogen Schiedammer. Ik ben wel veel weg geweest. In Canada gewoond, in Amerika op school gezeten. Maar ik ben altijd weer teruggekomen naar Schiedam. En ik heb best wel een binding met de stad. Ron Wijers en ik hebben samen ook in de Korenbeurs atelier gehouden. Nou, dat is een hele leuke en vruchtbare periode geweest. Daarna, bij gebrek aan ruimte, zijn we naar Rotterdam gegaan. Maar vanuit Rotterdam toch weer terug naar Schiedam. En toen was die school natuurlijk optimaal, omdat de ruimtes ook groot genoeg waren. Ja. Het is bij ons niet meer zo dat we met een ezeltje op de fiets en een paar zijtassen gevuld met verf en kwasten van het ene atelier naar het andere kunnen gaan. We hebben behoorlijk wat materiaal natuurlijk om ons heen vergaard. Dat is logisch, want we zijn natuurlijk al heel lang bezig in deze wereld. En ja, dan is een verhuizing natuurlijk ook niet zomaar even gebeurd. Nee. Want juridisch kan je geen stappen ondernemen? Nee, kijk, als VPS ons contract opzegt, dan is dat zo. En die maand, daar hebben we zelf voor getekend, dus dat is ook wel begrijpelijk. Ja, ja, ja. Dat snappen wij natuurlijk ook wel, maar
We hadden dus wel gehoopt dat de uitspraak van de ambtenaren hier in Schiedam, beklonken met een handdruk, dat dat zou worden gerespecteerd. En dan hadden wij wat meer tijd gehad om onze planning volledig aan te passen. Ja. En wat meer tijd en ruimte om te zoeken naar vervangende atelierruimte. Want wanneer wordt er gesloopt eigenlijk? Is dat al bekend? Dat is niet bekend. Het zou best kunnen zijn dat het nog een jaar, anderhalf jaar zo blijft. Wie weet. Ja. Maar in ieder geval, wij zijn eruit. En het zou best kunnen zijn dat er een partij zich heeft aangediend om daar iets te gaan doen. Dus mogelijk woningbouw of iets anders. Okay. Dat weten we niet. Nee. Dat zijn geruchten? En geruchten en wat vermoedens. Ik bedoel, ja, je gaat niet een gebouw tegen de vlakte gooien als je niet weet dat er iets anders gaat gebeuren. Dus er zal wel wat beweging in die contraien zijn. Maar goed, ik denk dat bij een fatsoenlijke planning ook een fatsoenlijke afhandeling van ons gebruik in die school zou hebben moeten opleveren. Ja. Dus dat, vervelend. Heel vervelend. Ja. Ja. Ja, mijn huis is te klein voor die werken van jullie. Dus als je had meer dan graag had je ja. Maar mogen jullie erin komen hoor. Ja. Maar ja, je hebt toch nog wel een aardig plekje nodig, denk ik. Toch zo rond de 100 vierkante meter. Ja. Iets minder zou nog kunnen, maar zo rond de 100 vierkante meter hebben we het wel nodig. Ronde wat meer dan ik, omdat hij naast grote werken ook nog ruimtelijk werk maakt. Dus die heeft nog iets meer ruimte dan ik nodig. Ik zou nog wel terug kunnen gaan naar de 80 of zo, maar dat is dan toch ook wel het netjes een beetje. Nou, mocht er nog iemand een pandje over hebben, zo van ik heb er wel wat staan, kom er maar in. Ik dacht nog aan het Monopol, waarom gaan jullie daar in zitten? Ja. Dat zou kunnen. Is dat helemaal leeg daarboven? Is dat helemaal leeg? Er zijn meerdere panden leeg hoor in Schiedam. Maar ja, het zijn niet allemaal panden die makkelijk even aan leegstandsbeheer wordt overgedragen om daar vervolgens in te trekken. En ja, we zijn natuurlijk ook wel bezig om te kijken of we op de gewone reguliere markt ruimte te huren is. Maar ja, daar zit natuurlijk wel een prijskaartje aan vast. Ja. Ja. Nou. Succes met alles, sterkte. Ja, en nou, misschien mag ik nog van de gelegenheid gebruik maken om nog even... Ga je gang. ...onder de aandacht te vestigen dat 6 en 7 mei op de Nolenslaan onze ateliers openstaan voor publiek van 12 tot 6 uur 's avonds. Nicolai, dankjewel. Dankjewel.